Ik droomde vannacht dat ik in de oertijd leefde, rende in mijn naki door oergras heen, werd achtervolgd door twee oerleeuwen die gelukkig werden afgeleid omdat ze een Utrechtse oerdinosaurus in het oog kregen. Toen besefte ik weet niets van de Utrechtse oertijd, maar dat gaat veranderen. Zou je in de oertijd willen leven voor een weekje? Nee, waarom niet? Nee, het lijkt me niet. Het lijkt me verschrikkelijk. En waarom lijkt het je verschrikkelijk? Nou, niet geen variatie genoeg qua eten. Ja, altijd dat oer eten. Ja, en natuurlijk de technologieën tegenwoordig. Ja. Internet hadden ze niet. Nee. Stel nou dat iemand tegen u zou zeggen, joh, wij gaan jou met met hulp van Captain Kirk beam hem up, Scotty. Een maandje in de oertijd. Zou je dat trekken? Ja. En denk je wel dat hij zou overleven? Nou, dat denk ik wel. Waarom niet? Nou ja, maar je moet ook aan je eten komen. Ja, nou. Dat is toch mooi, een uitdaging om daar aan te komen. Ja, maar ik denk dat we allemaal eens terug zouden moeten gaan naar de oertijd. En ik denk dat ook veel gezonder is. Ja. Geen extra toegevoegde producten erin in de voeding te vinden. Op die manier, ja. Ik weet dan helemaal niks af van de oertijd, maar gelukkig zijn er mensen die daar heel veel van af weten, zoals Pieter Stoel. Hallo, Henk Westbroek, fameus amateur-archeoloog. Pieter, oertijd. Ja. Dan denk je, wanneer viel dat precies? Nou, we kunnen het misschien het beste aan de hand van een modelletje bekijken. Oh, dus deze tijdlijn. Ja. En daar begint de oertijd. Daar begint de oertijd, zeg maar. Echt de oer, het begin. Ja. 4,6 de oer. Ja, dan is het gesmolten nog allemaal. Hè. Ja? De aarde is een gesmolten bal. En die stolt langzaam, die koelt af, de korst althans. En als we dan bij 570 miljoen jaar geleden zijn, dan is er een soort explosie van leven. Heel veel leven gaat er dan ontstaan. Ja. En de opeenvolgende periodes, daar heb je dan op een gegeven moment steeds andere diersoorten, bijvoorbeeld de Jura kennen we natuurlijk. Jurassic Park. Precies. Ja. En die gaan er dan hier weer uit. Die gaan dood, die dieren. Die gaan dood, ja. Hè? En dan krijgen we tertiair. Ja. En dan krijgen we kwartair. En dat heb ik aangegeven met een zwart lijntje. Ja. En dat zwarte lijntje, daar gaan we over praten. Dat is het enige. De tijd waarin de mens ontstond. Ja, daar ontstaat de mens. Als je kijkt naar dat zwarte lijntje. Ja. En ik zou het vergroten. Ja. Dus dat zwarte lijntje is dit. Ja. Dat is het brede. En het Holoceen, daar leven wij nu in. Oké. En dat blauwe en rode betekent telkens een ijstijd, een warme tijd. Een ijstijd, een warme tijd. Dus je ziet, er zijn heel veel ijstijden en warme tijden geweest in dat Pleistoceen. Ja. En wij leven nu in een rode tijd. Want wij gaan steeds warmer en warmer worden. Als je echt wil praten over mens, dan denk ik zo ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden, dan begint het een beetje op een mens te lijken. En voor die tijd leek het op een? Ja, op ze noemen het wel zuidelijke apen. Hè? Dan zijn er meer aapmensen. No time for goodbye, he said, as he faded away. Ik heb natuurlijk heel veel. We pakken even de tijdslijn. Ja. Anders verliezen we de tijdslijn uit het oog. Hè? Zo. Ja. Ja, er staat een stevig windje. Zullen we de tijdslijn even onder deze? Ja, dan blijft hij wel hangen, hè? Ja, doe maar even zo. Zo. Afgelopen. Dit is menselijk afval. Dit zijn de spitsschaven. Ja. Hier is een soort krabber. Deze is gewoon nog in mint conditie. Deze is gewoon, bijna lijkt het wel gisteren weggegooid. Ja? Je kan er zo mee schrapen, zeg maar. Ja. Bij menselijk afval denk ik ook een beetje aan schillen van appeltjes, versteende poep. Ja.
Nou, de versteende poep heb ik wel gevonden, maar alleen maar van hyena's. En waarom? Oh. Daar zit genoeg kalk in, zeg maar, zodat dat bewaard blijft. Ja, ja. Bij mensen zit er niet genoeg kalk in, dus dat vergaat allemaal. Dus, uit de afvalproducten en de werktuigen zeggen, hier moeten mensen geweest zijn. Ja. Maar wanneer waren ze hier precies? Want... Nou, dan krijgen we de twee fases. Eentje is, we hebben materiaal gevonden, zeg maar, in de buurt van de 20 meter. En dat zou dan materiaal kunnen zijn van de Neandertaler. Maar we hebben ook materiaal gevonden wat van veel dieper komt, van een meter of 36. En wat zou dat betekenen? Dat zou betekenen dat het minimaal een ouderdom moet hebben van 370.000 jaar. Dus 370.000 jaar geleden konden in dit stukje Utrecht al mensen gewandeld hebben? Ja, absoluut. En waar kwamen die mensen dan vandaan? Want ze bestonden al eerder, ja, heb je net verteld. Nou, de theorie is dan dat de mens uiteindelijk out of Afrika komt, uit Afrika. Ja? Ze migreren alle kanten op. Ze gaan naar Azië en ze gaan naar Europa. Nou, de tak naar Europa. Wij zijn Europa. Ja, en op een gegeven moment kwamen ze dan hier, dachten ze, nou, dit is Utrecht, dat bevalt me hier wel. Ja, en dan bleven ze dan hangen. Ze bleven niet hangen. Ze trekken altijd door. Oh. Want op een gegeven moment is er niks meer te jagen. En ze trekken samen met het wild, trekken ze verder. Alles wat hier ligt en nog veel en veel meer, heb jij gevonden. Maar hoe ben je dan ooit op het idee gekomen om hier te gaan zoeken? Nou, omdat hier op een gegeven moment heel veel grove stenen te vinden waren. Bovendien zaten er wel veel botten tussen. Ja, ja. En dat is elders niet zo. Er kwamen echt duizenden botten. Dit is één doosje. Maar ik heb honderden dozen, die zijn allemaal naar de universiteit gegaan. En daar zitten studenten, die zoeken dat er netjes op soort uit. We hebben nog eens een hele eigen soort rendier ontdekt hier. Echt waar? We hebben een Utrechts rendier? Absoluut. Ah nee. Nee, dat is echt een wereldprimeur. Dat is het kleinste rendier ter wereld. En hoe heet hij? Nou, hij heet nog steeds Tarandus rangiver. En dan subspecies, ik weet het niet, Woerdiensis. dat zeg ik nou maar zo. Ja, maar dat is nog niet. Die heb jij ontdekt? Nou, ik heb de bordjes verzameld. Ah, ja. En op de universiteit hebben ze gezegd, kijk nou eens even. Dat is een rendier die echt afwijkt van alle anderen. Dus hij is veel gedrongener. Wat en dat leuk, kwam nergens voor. Dat is toch geinig om dat ontdekt te hebben? Rendier ontdekken, toch? Dat is heel erg uniek, ja. 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 En dat komt alleen maar als je dus hier goed gaat zoeken. Heb je ooit nagedacht over hoe je in de oertijd als mens leefde? Ja, wel een beetje. Ja, hoe dan? Nou, met een stok. En met een stok? Ja, dan liep je achter die vrouwen aan, hoor. Oh, die sloeg je dan bewusteloos? Mensen tegenwoordig zijn allemaal in de watjes gelegd, hè. Je haalt het in de supermarkt, of weet ik veel wat of zo. Ja. En die oermensen moesten het zelf maken, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, zoeken. Als je niks vond, ja, dan had je niks, maar... Ze aten veel walnoten trouwens in de buurt. Oh, zit het dan daarin? Nou ja, dat was echt, dat aten ze wel. Ze moesten rapen, hè, als ze zo vonden. En u zei het zelf al, ze konden niet naar de supermarkt. Nee, en dan word je zelf redzaam, hè? Ja, dat is waar. Ja. De oermens is al lang uitgestorven, maar het oerdieet heeft de tand destijds royaal overleefd. Hallo. Henk Westbroek. Angela Severs. Angela, jij bent voedingswetenschapper. Volg jij het oerdieet? Nou, niet helemaal, moet ik bekennen. Maar wel voor een deel. Ik ben wel meer die richting van het oerdieet opgeschoven. En is dat nog steeds hetzelfde dieet als de oermens had?
Nou, het lijkt er wel heel veel op, hoor. Het oerdieet, dat is natuurlijk heel veel eten uit de natuur. Want de oermens die moest gewoon in de natuur zijn kostje bij elkaar scharrelen. Ja? En hoe deed hij dat? Ja, daar was hij dagenlang mee bezig. De oermens leefde altijd in de nabijheid van water. Dus daar zitten vissen in, daar leven waterdieren. Er groeien planten, dus groentes. De bomen dragen vruchten en noten. Paddenstoelen, dat soort dingen, dat at de oermens. Zullen we erbij gaan zitten? Prima. En waar haalden ze de potjes kippen voor je dan vandaan? Kijk, het is wel vertaald naar de moderne tijd. We gaan niet zelf weer ons kostje bij elkaar scharrelen. Tegenwoordig heb je natuurlijk daar makkelijkere middelen voor. En daar profiteer ik nu van. We noemen het ook oerdis en niet echt een oerdieet. Dat is een andere manier van eten. Dus je kijkt meer van wat je vroeger at. Met het idee dat dat beter is voor ons lichaam. Dat dat er beter bij past. Maar vroeger werden mensen na 20. Ja. Dus zo gezond zou je denken. Was dat oerdieet niet? Nee, nou, vroeger was natuurlijk het probleem. Er waren nog geen ziekenhuizen, nog geen antibiotica. Ja. Dus mensen stierven heel snel aan een infectie. Ja. En op zich de mensen die wel oud werden... Die werden wel gezond oud. En dat is natuurlijk moeilijk. Ja, dat is het idee. Het idee is dat onze voeding eigenlijk in de afgelopen honderden jaren heel snel is veranderd. Terwijl ons lichaam nog steeds hetzelfde is, of bijna hetzelfde, als in de oertijd. Zijn er mensen die dat... Dat dieet of die voedingsstijl, zoals jij dat noemt, al geruime tijd volgen en zich er toch lekker bij voelen? Ja, nou, het typische is, heel veel mensen die het volgen, die voelen zich er heel goed bij. En er is ook onderzoek naar gedaan, van is het nou ook gezond? Kun je nou ook zien dat dat gezond is voor de mens? En die onderzoeken laten eigenlijk hele mooie dingen zien. De cholesterolwaardes, de bloeddruk, de bloedsuikers, die zien er allemaal veel beter uit als mensen... Zo'n soort voeding eten. Ja, maar... Oeh. Pas op. Daar gingen bijna drie vingertjes. Zal ik vast het water van de soep opzetten? Ja, hij doet het. Kijk. Het enige wat je niet mag eten... Geen graanproducten, dus geen brood. Ja? Geen rijst. Geen pasta. Geen aardappelen en geen zuivel. Er is ook in Amerika is er een professor, die is de grondlegger van het dieet. Die heeft een hele mooie stelregel, die noemt het de 85-15 regel. Ja. Als je nou 85% eet volgens de oerdis en 15% die aardappels of toch wat rijst of pasta of een pizzaatje. Ja. Dan ben je ook al heel goed bezig. Ja. Maar hoe komt dat nou dat je afvalt van het oerdieet? Nou ja, je eet een hele hoop dingen niet, hè? Je eet geen tussendoortjes, de bewerkte producten. Chips en de fastfood. Die hadden ze toen allemaal nog niet. Nee, dat was er niet. Toen jij die oeropvatting volgde, viel je toen ook af? Ja, dat was bij mij een beetje het probleem. Normaal zou je denken dat is gunstig, maar ik ben al niet zo heel dik. Dus ik begon inderdaad af te vallen. Dus dat was ook de reden dat ik dacht van ik moet niet zo ver teruggaan in de tijd. Misschien moet ik er toch wel wat brood en wat zuivel inhouden. Maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Laten we hopen dat die nou gaar is, want... Nou. Hoe vind jij hem? En wat doe je dan trouwens, Angela? Doe je dan stampen of zeg je van het mag ook zo? Kan allemaal. Stampen, pureren, zo met de stukken erin, wat je wil. Nou, ik vind het wel lekker met die stukken erin. Ja hoor, prima. Prima. Nou, hup, van het vuur af, vuurtje uit. Zo. Met veel nat. Ik hou van nat. Nat, oké. Kijk eens. Maar hoe vind je hem? Nou, laat ik zeggen, dat ik door blijf eten is echt voldoende. Oké. Heel goed. Heel goed. Gerold? Ja. Een prima groentesoepje. Ja.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan wel een paar kilootjes missen. Ik ga eens oerig doen. Nou, heel goed. Succes. Ik hoor graag hoe het bevalt. Je hebt de oermens, maar voordat de oermens bestond, had je al dieren. Je had dus ook een oerdier. Dat wil zeggen, je had meer oerdieren, maar één was er, de eerste. Wat was nou het oerdier der oerdieren? Henk Westbroek. Jeffrey Ringroos. Hallo. Jeffrey, Hoi. Jij hebt het allereerste diertje dat ooit bestaan heeft onderzocht, hè? Ja, dat klopt. En er zijn wel discussies over welk diertje nou het allereerste oerdiertje was. Maar in ieder geval een diertje wat er heel erg op lijkt, dat is een spons. De spons. Die ken je wel van het bad. Ja. En we zijn hier in Renen in de dierentuin, in het aquarium, dus een prachtige spaghetti spons. Dat is het? Dat is een dier, dat is geen plant. Oh, maar is dat nou het oerdier? Allereerste dier. Dat is dus een oerdier. Maar ja, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe moeilijker het wordt om te bepalen wie nou was. Ja. En in de eind 19e eeuw was er een man en die had ook zo'n aquarium. En die keek zo op dat ruitje, of het wel schoon was. En die zag er een piepklein stipje, ongeveer 1 millimeter, 2 millimeter groot. En dat was ook een diertje. En dat had nog niemand eerder gezien. En toen dachten ze van, nou, dat is mogelijk het eerste oerdiertje. Wat maakt iets dan tot een dier? Nou, wat alle dieren gemeenschappelijk hebben, is dat ze uit meerdere verschillende soorten cellen bestaan. Ja? Dus als ik een klontje bacteriën neem, dan heb ik ook een klontje. Ja? Maar het is allemaal een klontje van dezelfde cellen. Ja. En een dier bestaat in ieder geval uit verschillende soorten cellen. En hoeveel moeten dat er dan minimaal zijn om... Een spons heeft er meer dan 20, een mens heeft er meer dan 200... En dat allereerste diertje, waar ik het net over had, dat kleine diertje, Placozoa, dat heeft maar 5 verschillende type cellen. Een ander kenmerk van dieren is dat ze kunnen bewegen. Nou denk je, die spons die zit hartstikke vast, maar zo'n spons maakt op een gegeven moment larven en die larven kunnen wel zwemmen. Dus dieren kunnen bewegen en ze bestaan uit verschillende soorten cellen en ze eten. Dus een plant maakt zijn voedsel zelf, door middel van licht. Maar een dier moet altijd andere dingen eten. Ja. En, dus dat doen dieren. En die combinaties bij elkaar maakten die Placozoa tot een dier. En hij heeft seks. Pardon? Seks. Serieus? Dat is een kenmerk van dieren. Oh. En dat die seks dan bestaat uit het samenvoegen van hele kleine zaadcelletjes en een grote eicel. Dat was dus... Naar alle waarschijnlijkheid het oerdier der oerdieren. En wanneer ontstond dat? Ongeveer 1 miljard jaar geleden. Hebben die beesten ook een skelet? Die hadden toen nog geen skelet. Dus eigenlijk, excuseer me even, is het eigenlijk gewoon zo'n soort spuugje? Dat klopt. En dat is wel heel leuk dat je dat zegt. Want dat was ook heel lang de vraag van die spons. Dachten ze van, dat zijn allemaal cellen. Een dier is meercellig, maar... Die cellen, hoe is dat gestructureerd? Dus er zit een soort gel in, een soort drillpudding. Of een soort netwerk van moleculen die dat stevigheid geeft. Is dit nou een afstammeling van die Placozoa? Of een afscheiding van de Placozoa? De Placozoa en dit beestje hadden dezelfde ouders. Ja, maar als... zit dat. Sorry, Jeffrey, maar als de Placozoa ouders had, dan was het niet het eerste diertje. Het is het alleroudste diertje wat nu nog bestaat. En er zijn ongetwijfeld vormen geweest waar we geen fossielen van hebben, waar nu niks meer van leeft. En dat weten we allemaal niet. Ja. Die Placozoa is het oudste diertje dat nog bestaat. En wat daarvoor was, dat is allemaal door de tand destijds vergaan. Dat zou heel goed kunnen, ja. Zitten er ook Placozoa-kenmerken in de mens? Zeker zitten er Placozoa-kenmerken in de mens. Ja. Want wij delen een voorouder met die Placozoa. Wij komen niet van de Placozoa. Maar als ik naar jouw opa en oma ga kijken en de opa en oma van hen... en ik ga alsmaar genoeg terug... Ja?
miljarden jaren terug. En dat beestje doet hetzelfde. Die denkt, ik ga eens even in de archieven kijken en ik ga eens even naar mijn ouders kijken. En naar de ouders van mijn ouders. Opa. Als maar terug. Dan komen we, dan komen we uiteindelijk bij dezelfde. Het oerwezen uit. Ja. Maar goed, we zijn toen gescheiden. Dus we hebben een hele hoop verschillende dingen meegemaakt. En zijn er ook heel erg anders uit gaan zien. Hè? Jij als groot placozoa kennen, daar zijn er niet zoveel van op de wereld. Bent te beroerd geweest om een placozoa mee te nemen. Hoe komt dat? Ja, ik had dat graag voor je gedaan. Maar ik heb ze thuis ook niet groeien. Ik heb wel een aquarium, maar dat is een zoetwater aquarium. En er is ook niks aan te zien. Zo'n spons, dat kun je nog een beetje bekijken. Maar die placozoa, misschien zit er hier wel ergens heen. Maar dan denk jij van, heeft hij het nou goed gewassen? Is dat nou een stofje? Het is te klein. Het is gewoon veel te klein. Placozoa, placozoa. Da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Kijk eens, ze willen naar me toe komen. Het zijn oerdieren en die voelen dat oer in mij. Deze schildpadden bestaan al 300 miljoen jaar onveranderd. Maar toch, na zo'n dagje oer en nog eens oer, ben ik toe aan iets normaals. Dus ik ga naar de Achterhoek. Tot volgende week. Twaalf, twee. Dan mag het best wel wat rustiger, Henk, hoor. Twaalf, twee. Nee, ze zwemmen echt achteruit. Dit is de achteruit zwemmen. Ik geloof me niet. Ik geloof je niet, nee. Hij ligt nu rustig. Hey, ik heb mezelf gevangen. Oh, ja.